handhaving van een leefbaar milieu door het ministerie van Openbare Werken. Nou, er zijn een aantal wetten goedgekeurd door de Raad van Ministers en ook nog door de president en de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, die is er vandaag ingegaan op de wetten welke zijn goedgekeurd. Zaken zijn er is gesleuteld aan wat verouderde wetten, zodat die nu beter gehandhaafd kunnen worden in de hedendaagse maatschappij. En dan hebben we het over simpele zaken als hoe nu op te treden in cases van overwoekerde percelen, verwaarloosde gebouwen bij verkavelingsprojecten en nog hoe de milieupolitie en de bouwpolitie allemaal moeten optreden. U hoort Riyad Noor Mohammed, minister van Openbare Werken, ingaan op deze zaken. We hadden een paar maanden, misschien het wordt al een jaar terug aangekondigd, dat wij van het ministerie van Openbare Werken wat scherpere regels zouden gaan stellen of wat regels en instructies zouden gaan ontwikkelen, vooral als die niet bestaan. En we zijn al maanden bezig. En de bedoeling is dat vooral als het gaat om wet en regelgeving en nieuwe instructies, dat we dat wel goed moeten communiceren alvorens we tot die implementatie willen overgaan. En deze sessie moet je zien als de eerste, waarbij we de eerste instructies, de regels die goedgekeurd zijn geworden, geven people hoor. Ja, deze van vandaag zijn de eerste die al goedgekeurd zijn geworden door de Raad van Ministers, inclusief de president. En we gaan het vandaag kort vertellen wat het inhoudt. En de bedoeling is dat we de informatie gaan spreiden naar iedereen. We hadden mensen al warm gemaakt voor bijvoorbeeld het beleid over verlaten gronden, percelen. Maar nu komen we met wat extra tools in handen. En misschien zijn we niet 100% compleet, maar u gaat het horen van de inleiders. Wat we nog gaan doen om wat meer, laat ik het zeggen, power in handen te krijgen om op te treden. Want u weet, het geklaag van de mensen is heel veel. Er komt nog meer. U weet, een van de zaken die u ook weet als medium onder andere is die kwestie van verkaveling. Hadden we ook stopgezet, wat al bijna 2 jaar. En dus met dat soort nieuwe regels, instructies over bouwen, verkavelen, vergunning aanvragen. Dat komt in de volgende sessie en dan gaan we jullie ook uitnodigen om te luisteren wat die vernieuwingen zullen zijn. Dus vandaag gaat het om een hot issue waar veel mensen mee te maken heeft. Dat is de issue van verlaten gronden, gebouwen. Laten we zien wat we hebben kunnen bewerkstelligen en hoe we gaan optreden. Dan had je die kwestie van oude verkavelingen en wegen die aan hun lot zijn overgelaten. De tweede inleider zal ons vertellen hoe we daarmee omgaan. Want dat besluit is ook goedgekeurd. En dan heeft u vaak gehoord over de grote projecten die we doen in PPP-formaat. Nou, de regering heeft ook een kader goedgekeurd voor, laten we zeggen, alle ministeries om te werken binnen een raamwerk. En dan hoort u ook hoe we de grote projecten uitvoeren. En een veelbesproken ding is dat de rol van de OW-politie in de toekomst, dat zal ook nader toegelicht worden. En dan mag u op het einde inderdaad kritische vragen stellen. De mensen van openbare werken, de informatie is ook voor jullie bedoeld. Vooral de DC's, want die werken op het veld met de structuren. En de andere uitgenodigden zijn er natuurlijk ook. Maar vooral de veldstructuren, veldmensen van bepaalde ministeries moeten dit goed tot zich nemen. Want dan gaan wij beginnen met de uitvoering van dit soort maatregelen. Het eerste pakket van maatregelen die we al in werking zullen laten treden. En ik heet ook alsnog welkom hoor, de vertegenwoordigers van ministeries, DC's zie ik ook nog binnenkomen. Die informatie is ook voor uw district bedoeld, bestemd, want u hebt gezien, uw naam wordt ook genoemd, toch, de rol van de DC, etc. Dus mensen mag ook kijken even wanneer de eerste gebouwen omlaag gehaald kunnen worden. Toch laat ik helemaal over aan jou. U hebt het beleid gehoord wat richting oude verkavelingen en wegen, dat speelt in een aantal districten wat het beleid is. Dus een besluit is goedgekeurd. We gaan nu de administratieve procedure opstarten om die dingen over te nemen, zeg maar. Maar de inleider heeft ook gezegd dat we komen met nieuw beleid. Nieuw verkavelingsbeleid.
Maar dat is tot nu toe nog on hold gezet. Een van de belangrijke dingen is dat niet iedereen meer een verkavelaar gaat zijn. Dat is een van de belangrijke besluiten die genomen gaat worden. Precies zoals niet iedereen een arts is, gaat het ook voor verkavelaars gelden. Dus daar komt een hele mindshift, hele vernieuwing. Het is hard, maar dat gaat het worden. Ook verschillende vergunningen worden veranderd. Dus voor woningbouw, aanleg voor duikers, rioleringen, weet ik veel wat allemaal. Vernieuwen allemaal. En wat je hebt gehoord, een beetje. Volgende keer gaan we dieper op in dat er nieuwe spelers of weer spelers komen met deskundigheid. Dat betekent de rol van ingenieurs komt weer. Je gaat verplicht worden naar ingenieursbureaus te gaan en naar architectenbureaus of naar andere consortia van mensen. De rol van aannemers, er zijn zoveel aannemers in Suriname, klein tot groot, die gaan weer ingezet worden, verder ingezet worden. Ik geef een voorbeeld. Wanneer wij zeggen dat bijvoorbeeld voor een bepaald type project wij alleen willen hebben dat er gerenommeerde of zeg maar gecertificeerde aannemers of architecten het project mogen uitwerken, dan ga je dat moeten doen. De rest wordt niet geaccepteerd. Dus dat zijn de nieuwe regels die gaan komen. U gaat meer horen hierover, want dat moeten we de burger heel goed op de hoogte houden. Vraag van PPP heeft u gezien, we werken er al mee. Het werkt heel goed. Dit is de eerste framework voor de regering wat PPP-projecten betreft. En we hebben de opdracht gehad als ministerie met een aantal ministeries om de wet en regelgeving verder uit te gaan werken. De kader van vernieuwingen heeft te maken dat je herkent dat een deel wordt van het werk afgestoten naar het bedrijfsleven, particulieren. En een deel wordt in eigen beheer een beetje overgehouden. Dat gaat de trend zijn bij het ministerie van Openbare Werken met alle beleidszaken en instructies. Maar het betekent tegelijkertijd dat er heel veel nieuwe bedrijven opgezet moeten worden. Dus dat betekent dat er komt werkgelegenheid. Want als we alles afstoten, dan zijn de 5 ingenieursbureaus niet genoeg. En de 2 of 3 architectenbureaus niet genoeg. Dus hier is er ruimte dat wij aankondigen dat afgestudeerde, eventueel mensen uit de regio, experten, bureaus in consortia, de gelegenheid krijgen om hun bedrijfjes op te zetten en standby te zijn voor het werk. Dus werkgelegenheid en mensen die misschien voor openbare werken in een eigen bedrijf willen gaan, dat mag. Dat is een van de bedoelingen. We hebben heel veel mensen hier die kunnen nu hun eigen bedrijf gaan opzetten, toch? Maar natuurlijk moet je voldoen aan de eisen en dan hopen daarmee ook een aantal ambtenaren een betere toekomst misschien te kunnen geven. Misschien iets dat vele ambtenaren al lang wilden doen. Goed, dat is kort wat ik wilde delen met jullie, wat highlights op weg naar meer vernieuwingen, wat wet en regelgeving betreft, instructies en dergelijke. Ik wil gelijk gelegenheid gebruik maken om zeker ministerie van Juspol met zijn afdelingen, openbaar ministerie, dacht ik, et cetera, te bedanken voor die ondersteuning, want je weet, wetten en regelgeving laten we heel strak screenen door het ministerie van Justitie en Politie en alle geleden. Dus onze dank alvast. Maar natuurlijk, want we hebben nog een zware job te doen, natuurlijk alle partijen die hieraan hebben gewerkt, maar ook zullen werken. Want nu staan nog meer wetten op de operatietafel bij ons, et cetera. En wanneer de uitvoering zover is, gaan we natuurlijk terugkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de DNA-leden, RR's, DCBO's, omdat die een handje moeten helpen op het veld bij de naleving uitvoering van alles wat we nu doen. Dat is het kort wat ik wilde delen met jullie, met betrekking tot het nieuw beleid. Je weet, als minister had ik gezegd dat bruggenbouwwegen is belangrijk, maar als je zwakke instituten hebt, dan breng je eigenlijk geen ontwikkeling. Je houdt jezelf voor de gek en je houdt die weg voor de gek. Dus instituten versterken, moderniseren, het makkelijker maken van de dingen, zaken doen bij OB, hoort er ook bij, is ook even belangrijk. Een wet vernieuwen aanpassen is ook even belangrijk als een brug bouwen. Dat is de boodschap. Met die wateroverlast is mijn hoofd even omgedraaid. We hebben veel afmeldingen. Wateroverlast is ook belangrijk.